Agriton, leverancier en producent van natuurlijke producten voor de agrarische sector. De producten zijn erop gericht om de chemische, fysische en biologische aspecten in de kringloop bodem, plant, dier, mest te verbeteren. Deze processen werken onafscheidelijk van elkaar samen aan een duurzame land- en tuinbouw. Met name de EM-technologie, ontwikkeld door professor Dr. Teruo Higa van de Universiteit van Okinawa, Japan, vormde de basis. Effectieve micro-organismen, EM, kunnen op vele manieren worden toegepast voor bodem, plant, dier en mens. Professor Higa begon in de jaren 80 met microbiologisch onderzoek. Bij toeval ontdekte iemand dat het mengsel van verschillende stammen beter werkte dan enkelvoudige stammen. Het EM-bacteriemengsel is daaruit voortgekomen. Agriton werd opgericht in 1991 door Frits van der Ham. Die gaat er zo ver in. Dat is ongelooflijk goed en dan hebt u 25% water, 25% lucht, genoeg pooien, daardoor genoeg zuurstof in de bodem. Dan heb je ook een goed humusgehalte. En dan weet u ook zeker dat u een levende bodem hebt waar micro-organismen ongelooflijk actief zijn. Agri voor de sector en ton, het Duitse woord toon, voor kleimineralen. Klein begonnen, bij een woonhuis in een garage. De EM-bacteriën in een 1000 liter tank. En al snel groter gegroeid werd er naar een pand op het industrieterrein van Noordwolde verhuisd. In 2010 werd dat pand te klein en werd er weer verhuisd naar het huidige complex aan de Molenstraat. Vandaag de dag leven de EM-bacteriën daar in 8 RVS-tanks van 5000 liter. In 1996 werd er al een film gemaakt, Let op uw zaak. Hierin maakten wij u reeds attent op het belang van bodemvruchtbaarheid en de inzet van goede organische stof, kleimineralen, zeeschelpenkalk en de EM-effectieve micro-organismen. Bevindt zich in een crisis. Met dit tweede deel delen wij u graag onze visie voor de komende decennia. In de afgelopen 20 jaar is het aantal veehouders gehalveerd, zegt de Rabobank. Gaan we de komende 20 jaar nog een keer halveren? Het melkquotum verdwijnt, veehouders gaan nog verder opschalen en de bedrijven worden nog groter. Is dat wat we willen? Groeien op zich moet niet het doel zijn, want ook de risico's en de kosten nemen toe. Duurzaamheid kan weer centraal staan en er kan meer aandacht besteed worden aan een lagere kostprijs. Meer uit eigen productiemiddelen, de koe en de bodem. Er is in de afgelopen decennia veel te weinig aandacht geweest voor de bodem. Een goed ontwaterde veengrond levert 400 kilo stikstof per hectare. Een arme droge zandgrond slechts 100 kilo. Ook van de akkerbouwer kunnen we leren om te denken aan de structuur en mogelijk vaker gebruik te maken van vruchtwisseling. We kunnen dus nog veel vooruitgang boeken. De bodem. Het begin van de kringloop bodem, plant, dier, mest. Die kringloop is basis en de bodem de fundering, volgens Agriton. Het uitmergelen, uitmelken van de bodem heeft lang genoeg geduurd. Het is 11:55 geweest. Agriton heeft dat aangetoond met onderzoek en ervaring. Inmiddels zijn er al vele andere bedrijven die de technieken aan het navolgen zijn. Het zelfverbouwen van kwaliteitsruwvoer kan verder worden verbeterd en de opslag geoptimaliseerd. Om zo te komen tot meer melk uit eigen ruwvoer. Fotosynthese, zonlicht, gaat ook voor de boer belangrijker worden. Gaan we zonnepanelen op weilanden zien? De boer is met al zijn akkers de grootste gebruiker van het zonlicht. En de zon gaat nog steeds voor niets op. Meer droge stof door betere benutting van zonlicht. Toename van organisch materiaal in de bodem door betere beworteling en toename bodemleven. Tweede belangrijke bron van inkomsten is de omzetting van graseiwit naar melkeiwit. De bemesting en conservering van graskuilen vormt de vijfde maag van de koe. Meer en meer richt Agriton zich op vernieuwing, die eigenlijk ook terug naar vroeger is. Door meer aandacht en respect voor de natuurlijke processen. Processen in de bodem, plant, dier en mest. Er is nog veel te verbeteren aan bodemvruchtbaarheid. De laatste 60 jaar zijn de fysische en biologische aspecten onderbelicht. Met name door alleen aandacht te besteden aan de chemische aspecten.
Ook is er in 2000 een zeer nauwe samenwerking ontstaan met AgroVital. Een bedrijf dat zich meer richt op efficiëntie en effectiviteit van de bemesting en gewasbescherming in de akkerbouw. AgroVital adviseert toevoegingsmiddelen die de efficiëntie van meststoffen verhogen, zoals hechters, uitvloeiers, maar ook de pH-waarde van spuitwater verlagen om zo de kwaliteit van het belangrijkste middel, het spuitwater, te verbeteren. De inzet van bladmeststoffen zoals stikstof en kali kunnen de benutting verbeteren. Ook op het gebied van fosfaat zijn er legio mogelijkheden. Hoewel de overheid daar nu anders tegenaan kijkt. Granulaatkorrels of vloeibare meststoffen die direct bij het zaad mee kunnen worden gestrooid of gesproeid. Deze kennis is een goede aanvulling voor Agriton bij onder andere de teelt van mais. Agriton is continu bezig met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken en producten, al dan niet in het eigen laboratorium in Noordwolde. Ook externe instanties houden zich bezig met testen en onderzoeken naar resultaten van bestaande producten. En Agriton werkt veel samen met verschillende proeftuinbedrijven om steeds te testen of producten naar behoren functioneren. Het verspreiden van kennis is ook een speerpunt. De eigen krant Agriton Natuurlijk Actief is daar een voorbeeld van. En verder zijn de mensen van Agriton veel te zien op beurzen en lezingen door het hele land. Samen met een actief dealernetwerk brengen we het onderzoek via voorlichting en onderwijs bij de uiteindelijke gebruikers, de melkveehouders en akkerbouwers. Behandelde mest, 12% is stikstof, organisch, die met regelmaat bijkomt. Dat werkt dus naar een verbeterde eiwitkwaliteit, wat die boer eigenlijk heeft. Ja, dat komt dus eigenlijk in de melk. Ja. De kringloop bodem, plant, dier, mest. Bodemverbetering is sinds het begin een speerpunt. De bodem is te zien als een accu die verschillende mineralen, zuren, zouten en voedingsstoffen moet bevatten om het bodemleven te stimuleren en de plant goed te laten groeien. De balans van de verschillende bestanddelen moet optimaal zijn en daarvoor heeft Agriton verschillende producten ontwikkeld die elkaar goed aanvullen. Plantenresten zoals onder andere stro zijn ook door middel van fermentatie uitstekend bruikbaar om de bodem te verrijken. Fermentatie is een verrijkende manier van conserveren. Bij fermenteren wordt meer energie behouden dan bij composteren. Fermentatie wordt door de EM-bacterieculturen in gang gezet en in stand gehouden bij onder andere EM-silage voor gras en mais en in Bokashi. Met EM kan men plantenafval laten fermenteren, Bokashi maken, om zo de voedingsstoffen te ontsluiten en te conserveren. Waarna dat vervolgens via de bodem als voeding voor planten is in te zetten. Met het ultieme doel een hoogwaardige kwaliteit ruwvoer voor de koe te produceren. Bepaalde stammen micro-organismen zijn in staat om een gedeelte van die ruwe celstof, gedeelte daarvan, eigenlijk soort los te weken. Waardoor die makkelijker verteerbaar worden voor de pensbacteriën. Nou, als dat gebeurt, kun je dus sneller meer mais door de pens van die koe krijgen. Want die pens van die koe is gelimiteerd. 22 kilogram, 24 kilogram per droge stof per 24 uur. Dan houdt het op. Gras- en maiskuilen worden met EM-silage als het ware de vijfde maag voor de koe. Door een goede conservering wordt energie behouden en worden waardevolle stoffen ontsloten. Het totale rantsoen wordt in de vier magen van de koe feitelijk verteerd. Een goede afstelling pens-dunne darm, de carburateur, is evident. De effectieve micro-organismen breken de celstructuur alvast deels af voor de koe. Lage pH en veel vluchtige vetzuren als melk en azijnzuur, waardoor het proces in de vier magen makkelijker en sneller gaat om uiteindelijk via een goede vertering de eiwitten af te geven in de dunne darm. Mocht het tijdens deze omzetting te zuur worden in de pens, dan kan met behulp van een langzaam werkend calciumcarbonaat zoals zeeschelpenkalkmeel de pH goed worden gebufferd om zo pensverzuring te voorkomen. Voor de mest heeft Agriton onder andere Promest Totaal, Microferm en Vulcamin ontwikkeld. Promest zorgt opnieuw voor conservering van de energie en voedingsstoffen in de mest. Vaak is de mest homogener en makkelijker te mixen. Mest moet niet rotten maar rijpen, fermenteren om zo de voedingsstoffen zoals onder andere stikstof te ontsluiten en te behouden. Wat dat betreft zijn er bij mest veel overeenkomsten met de gras- en maïssilage. Agriton is eigenlijk voor het gescheiden opvangen van mest en urine, al is dat vanuit praktisch oogpunt niet altijd mogelijk.
Het doel is een kwalitatief hoogwaardige mest te maken, door het verrotten van verse mest te voorkomen. Het gevaar van verrotting wordt steeds duidelijker. Rijpe mest biedt kansen, zodat minder kunstmest nodig is en we meer ruwvoer produceren met eigen mest. De innovatie binnen EM Agriton is nu gericht op zoek naar bemestingsstrategieën voor behoud van ruw eiwit en verteerbare of fermenteerbare organische stof in het gras. Maar met een lagere onbestendige eiwitbalans in gras, zodat we weer meer gras met lage kostprijs in het rantsoen kunnen benutten en ook nog eens meer mest kunnen plaatsen. Daarnaast liggen er uitdagingen op het gebied van de benutting van zonlicht. Zo produceren groenalgen of fototrope bacteriën 30 tot 90 ton droge stof per hectare. Dit in vergelijking met 15 tot 25 ton bij gras en mais. Er liggen dus nog genoeg uitdagingen voor de komende decennia. Wij blijven u dan ook graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, onder andere in onze krant en op www.agriton.eu. Voor vragen en of opmerkingen neemt u contact op met een dealer in uw regio of met Agriton 0561 43 3115 of per e-mail info@agriton.nl.